10 tekenen dat je longen het op gaan geven. Je kwaliteit van leven hangt altijd af van de zorg die je je lichaam geeft. Dit komt doordat je interne organen zeer belangrijk zijn. Ben je moe als je een paar traptreden hebt beklommen? Of als je even met je kinderen hebt gespeeld? Dat kunnen tekenen zijn dat je longen het op gaan geven. Een volwassene kan onder normale omstandigheden tot 20.000 keer per dag ademhalen. Als je ademhaling onregelmatig wordt, moet je jezelf goed in de gaten houden. Je luchtwegen zijn misschien wel het systeem dat het meeste werk moet doen in je lichaam. En als je constant vermoeid bent, dat een duidelijk teken zijn dat je longen het op gaan geven. Symptomen die kunnen wijzen op longvallen. Misschien liep je altijd overal heen en nam je altijd de trap. Maar nu doe je dat niet meer en heb je opgemerkt dat je moe wordt na slechts een paar minuten. Hijgen. Het is niet normaal dat je ademhaling geluid maakt als je in- en uitademt. Als je merkt dat je ademhaling een licht sissend geluid heeft, is dit zonder twijfel een alarmsignaal dat je longen het misschien gaan opgeven. Constant hoesten en griep. Het is in het merendeel van de gevallen volkomen normaal om tijdens de wintermaanden te lijden aan de griep door een virus dat rondgaat, maar het is niet normaal om langere tijd de griep te hebben of te hoesten. Een specialist zal waarschijnlijk eerst naar je afweersysteem kijken, maar hij, zij zou ook je longen moeten checken. Sputum. Sputum is een mengsel van speeksel en slijm in de luchtwegen. Het is heel gewoon dat mensen die roken 's morgens sputum ophoesten. Dit probleem veroorzaakt een constante aandrang om dit slijm weg te werken en uit te spugen. Kortademigheid. Als je het moeilijk vindt om adem te halen, dan is er iets mis. Je ademhaling is iets natuurlijks en dat zou je eigenlijk niet eens op moeten merken. Daarom zijn ademhalingsmoeilijkheden een mogelijk teken dat je longen het gaan opgeven. Druk op de borst. Druk op de borst voelt net alsof er iets zwaars je borstkas naar beneden drukt. Het gaat vaak gepaard met pijn bij bepaalde handelingen. Denk hierbij aan hoesten, lopen, eten, diep ademen en hurken. Spierweefsel gaat verloren doordat er in het lichaam geen goede zuurstofoverdracht plaatsvindt. Verlies van spierweefsel kan ook door diverse andere factoren veroorzaakt worden, maar je moet goed opletten als het tegelijkertijd verschijnt met diverse symptomen die we hierboven hebben genoemd. Het is niet normaal om koorts te krijgen zonder duidelijke oorzaak. Een griep is een vorm van verdediging van het lichaam. Het geeft aan dat er iets aan de hand is. Vaak gaat het ook gepaard met zwelling van de lymfeklieren. Dit wordt vaak veroorzaakt door een vergevorderde aandoening, zoals tuberculose. Het kan ook voorkomen bij een longembolie. Als je dit symptoom hebt, moet je onmiddellijk een dokter bezoeken. Deze kan bepalen wat er aan de hand is en een negatieve prognose uitsluiten. Veel mensen zien geen relatie tussen deze twee zaken, maar als je longen niet goed werken, verlies je de behoefte om te eten en ervaar je een verlies van eetlust. Tips om je longen gezond te houden. De veranderingen in je lichaam luiden de noodklok. Het is dus belangrijk dat je ze niet negeert.
Alert zijn kan je dokter helpen om een aandoening tijdig te ontdekken en te behandelen. Gezond zijn is niet alleen het herkennen van veranderingen in je lichaam. Het is ook zaak dat je bepaalde preventieve maatregelen neemt. Sterker nog, dat laatste is ontzettend belangrijk. Er zijn bepaalde dingen die je kunt doen om je longen te versterken en om schade aan je luchtwegen te voorkomen. Deze zaken hebben zonder twijfel invloed op je kwaliteit van leven. Volg deze 5 basisaanbevelingen om je longen te beschermen. Rook niet. Dit is een essentiële en misschien wel de belangrijkste tip. Doe ademhalingsoefeningen. Er zijn diverse oefeningen die je longen kunnen versterken. Als je vragen over de oefeningen hebt, stel deze dan aan een expert of aan een specialist. Het beoefenen van yoga is een van de beste activiteiten om dit te doen. Je moet je lichaam regelmatig ontgiften. Doe dit door bepaalde gezonde voedingsmiddelen te eten. Je longen zullen gezonder zijn als je ijzerrijke producten zoals waterkers en pistachenoten eten. Dat geldt ook voor producten die rijk zijn aan vitamine E. Vermijd luchtvervuiling. Dit kan moeilijk zijn in de hedendaagse maatschappij, maar probeer zoveel mogelijk milieuvervuiling te vermijden. Dit geldt ook voor ruimtes waar gerookt wordt. Drink thee om je lichaam te ontgiften. Je kunt je koffie vervangen door kruiden die je helpen om je longen te reinigen. De soorten die hiervoor het beste zijn, zijn oregano, eucalyptus en sinaasappelschilte. De meest voorkomende longaandoeningen, de aandoening die het ademhalingsstelsel het vaakste aanvalt, is COPD. Dit staat voor chronische obstructieve pulmonary disease, oftewel, chronische obstructieve longaandoeningen. Deze aandoening ontstaat het vaakste bij mensen die meer dan 20 jaar gerookt hebben, maar je kunt het ook krijgen als je minder lang hebt gerookt. Hoewel COPD vaak geweten wordt aan roken, kan het ook andere oorzaken hebben. Mensen die blootgesteld zijn aan chemische dampen, milieuvervuiling en luchtvervuiling en stof hebben ook de diagnose COPD gekregen. Nu je hebt ontdekt wat de symptomen zijn die erop wijzen dat je longen het op gaan geven, kun je beginnen met voorzorgsmaatregelen te nemen. We dringen aan op het belang van vroegtijdige opsporing. Daarnaast is het ook heel belangrijk om goed voor je longen te zorgen, zodat je ze kunt beschermen. Het is tenslotte een van de belangrijkste organen van je lichaam.